Mallorca, Lloret de Mar, Ibiza, muziek. Albufeira, Gesso en Antwerpen. In Spanje hebben ze niet zo lekker pista. Ja, ik had eerst eerder verwacht dat er een stripper kwam. Sorry, ik mag niet lachen. Nee, waarom mag je niet lachen? Nee, ik mag niet lachen. Wat, waarom mag je niet lachen? Goeie vraag. Dat is echt goed. Die vraag heb ik nog nooit eerder gehad, heel eerlijk gezegd. Ik zou het wel doen, maar ik heb geen MA groot gesteld. NL Music. De podcast. Vandaag in de podcast. Dit is NL Music. Alessio. En natuurlijk co-host Arek Konan. In de podcast. Hij is er. Yes. Alessio. Jemig man. Ik heb op social media heb ik alle landen voorbij zien komen. Waar ben jij niet geweest afgelopen zomer, Alessio? Nederland. Nee. Ja, nee, dat wou ik zeggen. Nee. Nederland ben ik zeker wel geweest, gelukkig. Waar ben ik niet geweest? Italië. Gek genoeg. Helaas. Oh. Ja, ik ben niet naar maar Italië je bent toch Italiaans? Geweest. Ja. Maar ik kon dit jaar niet op vakantie. Nee, dat snap ik. Je was alleen maar weg. Ja. Want je was optreden. Ja. Oh, ziek? Ja. Dus, wat ja, lijp. Ik vond het heel leuk. Alleen, ik vond het wel jammer dat ik niet naar Italië kon. Ja. Want in Spanje hebben ze niet zo lekker pizza's. Ja, de pizza. Het is altijd weer die pizza. Hè? Die pizza, die pasta. En waar ben je geweest? Waar heb je allemaal opgetreden? Mallorca, Lloret de Mar, Ibiza. Muziek. Albufeira, Gesso en Antwerpen. Zo. Zo. Wow. Ziek hoor. Dat is, ja, dat was en, dat, het. En dat was eigenlijk nu eigenlijk je eerste jaar dat je echt heel veel... Ja, dat was mijn eerste jaar. Want ik maak nu pas ook anderhalf jaar muziek. Dus was eigenlijk nu de eerste kans ook voor mij om de zomertour te hebben, zeg maar. En ja, dat ik die gelijk had, was ik wel heel dankbaar mee. Ja, maar ben je dan niet helemaal totally kapot? Ja, ik hoorde van tevoren wel van andere artiesten en van DJ's van ja, gaat echt zwaar zijn. Mm-hmm. Maar je moet er gewoon van genieten en dat heb ik gedaan. Ik heb gewoon leuke shows neergezet. Veel energie ontvangen van het publiek. Ik was met mijn manager en DJ, waar ik ook heel goed mee ben, dus dat is ook fijn. Dus het was geen straf, zeg maar. Ik vond het wel gewoon fijn. Nee, ik zag ook veel op je social media voorbij komen dat je veel lag te slapen in de auto's en vliegtuigen. Ja, je went er aan, zeg maar. Op een gegeven moment heb je een show om 3:00 's nachts. Dan word je opgehaald om 4:30, 5:15. Ja, en dan moet je klaarstaan bij de pick-up. Maar hoe lang ben je dan per locatie? 1 dag. Oh jeetje, en dan meteen door. Optreden is vaak rond tussen 1 en 3. Mm-hmm. Of 4 verschilt per locatie, per land. En dan, soms kan je wel slapen. 4 uurtjes, 3 uurtjes. En soms moet je gelijk door. En dan slaap je in het vliegtuig. Ja, het leven van een artiest gaat niet over rozen. Nee. Ja, absurd. Maar je mag niet klagen, vind ik. Nee, maar voor het eerste jaar tenminste, dat je echt al die boekingen plaatst. Ik ben bang. Ja, ben bang is alleen maar gunstig voor jou dat het volgend jaar gewoon nog erger gaat worden. Ik hoop het. Ja. Shout out naar First Noise, mijn boekingskantoor. Ja, nou, ja nee, ik snap en het. En naar JB. Als je nu, zeker, want jouw manager is ook heel belangrijk voor je, Jamie. Zeker. Ik vind dat denk ik het belangrijkste. De mensen... Heb jij een manager? Ja. Wie is jouw manager? Ik heb een team. Okay. Scoopers. Mm-hmm. En daar zit ik nu 1,5 jaar. Maar ja, die mensen doen zoveel werk voor je. En je bent ook, zeg maar, naast zakelijk goed met ze. Zeg maar, ja. Je klinkt ook goed met ze. Zijn geen... Kleine twijfel. Zijn geen vriendschappen. Oké. Okay. Want het zijn gewoon mensen die 10 jaar ouder dan ik zijn. Ja, ja. Maar je merkt wel, je hebt wel een soort vertrouwen. Mm-hmm. Vertrouwenspersoonachtig. Ja, ik denk dat het belangrijkste is. Ja, maar jij hebt echt een vriendschap dan. Ja, ja. Ja. Ik heb mijn manager toevallig ook, voordat ik muziek maakte. En mijn DJ eigenlijk ook. Dus, ja. Ja, Jamie is echt waar jij is, is Jamie ook. En klopt, andersom. Tweemans. Nou, ook weer hier. Hij zit nu achter de schermen, maar hij houdt alles wat. Het is wel echt wel belangrijk als je zoveel boekingen moet zeker doen. Zeker belangrijk. Gewoon, zeg maar, als iemand altijd achter je staat, dan dat haalt ook heel veel hoofdpijn weg. Mm-hmm. Die je ook kan hebben op een zomertour met voornamelijk het regelen, inchecken, eten, hoe laat word je opgehaald, inchecken, we hebben vertraging, dit is niet goed daar geregeld, dan doet een keer een microfoon het niet. En als je dat zelf zou moeten regelen of je hebt iemand die daar laks in is, ja, dan heb je denk ik een hele zware tour. Ja, ja. En dat werd voor mij allemaal weggehaald, dus ja, voor mij was het gewoon chill. Ik hoefde alleen op te treden en ik hoefde alleen te denken aan een goede show neerzetten, energy geven. En dan klaar, volgende vlucht, uitrusten. Ja. En dan weer hetzelfde. Waar jij de energie vandaan haalt. Want ik zie jou echt
stuiteren echt waar op dat podium. Het maakt niet uit hoe laat het is, maar jij stuitert echt van links naar rechts en vuisten in de lucht. En dan zie je heel die salen met die telefoon met die witte lichtjes gewoon op jou afgaan. Ja, maar dat is absurd, hè? Ja, absurd, hè? Gewoon echt, zeg maar, mensen... Ik heb een paar video's gezien. Ja. Echt mensen gillend. Ja. Helemaal gek. Want hoe lang is een show die je geeft? Een half uurtje. Ja, mensen zijn gewoon een half uur lang gewoon all eyes on you helemaal weg. Dus absurd om te zien. Ja. Echt heel bijzonder. Als je dat 3 jaar geleden tegen jou hadden gezegd, hè? Van Alessio, over 3 jaar sta jij daar in al die landen. Ja, ik had je echt heel hard uitgelachen. Ja, ja. Vorig jaar nog, denk ik. Ja, vorig jaar vroeger. Ja? Dit jaar geloofde ik het zelf ook. Ja, ze zeggen altijd, je moet in jezelf geloven, maar ik ben wel ook altijd heel realistisch. Ja. Dus zeg maar, ik had nog maar 3 nummers online staan en toen was het misschien van... als je nu nog een paar goede nummers erop, dan kan je misschien een zomertour hebben. Kan je naar Mallorca, naar daar. Maar ik dacht, ja, zo. Is goed met jou. Yeah. Ja, ik breng goede muziek uit en ik hoop dat het gewoon goed wordt opgevangen. Maar het was niet dat ik erop rekende, omdat ik wel gewoon realistisch ben. En dat ik ook vaak hoor dat artiesten pas na een paar jaar mogen spreken van een zomertour. Dus ja, ik weet niet of ik geluk heb gehad of in ieder geval, ik was er heel blij mee wel. Maar ik had er niet van tevoren op gerekend, dus 3 jaar geleden sowieso niet. Maar je hebt er ook hard voor gewerkt, hè? Laten we daar ook realistisch voor zijn, hè? Ja. Het is niet aankomen waaien, hè? Je hebt er hard voor gewerkt. Ja. Je mag niet klagen, omdat er zijn altijd mensen die harder werken. Maar soms wordt het wel onderschat, zeg maar, de uren die je maakt, 's nachts vooral. En het ritme die je hebt en het ongezonde kantje, dat je daarin de balans moet vinden. Ja, wat is de valkuil voor jou? Ja, dat ben ik wel benieuwd naar. In de zin van? Ja, ja, je ongezonde randje kantje, heb je het over, ja. Wat is jouw valkuil? Ik ben echt een moeilijke eter. Dus ik ben echt van, als ik het niet ken, eet ik het niet. Mm. Als ik naar een restaurant ga, ga ik van tevoren opzoeken, recensies en foto's opzoeken. 5 sterren, 3 sterren, yes. Dat ga ik niet eten, bekijk het maar. Ik ga foto's, zoals bij pizza, ik zoek van tevoren een foto van die pizza. Goed. En als ik denk, ja, die pizza is lekker, dan zeg ik tegen mijn manager, tegen mijn DJ en tegen iedereen die mee is, daar gaan we eten. Maar de valkuil is, denk ik, wat is de valkuil? In het verkeerde wereldje belanden? Nee. Dat niet? Hoe bedoel je? Ja, nou gewoon echt. Je ziet vaak met artiesten die dan echt zo dol worden. Drank, dat is echt drugs, een drank en drugs. Nee, dat doe ik gelukkig allemaal niet. Dus dat is wel fijn. Maar ik denk de valkuil voor mij zou kunnen zijn gewoon echt, echt heel ongezond blijven eten en leven. Nu moet ik ook echt, zeg maar, aan mijn lichaam weer gaan werken. Moet weer echt gaan sporten. Mm-hmm. Beter eten. Beter slapen. Wat is het gezondste wat je gegeten hebt tijdens je tour afgelopen zomer? Rijst met kip, denk ik. Rijst met kip. Biefstuk. Wel eens geviewd op Google. Nee, dat niet. Nee? Soms had ik er wel vertrouwen in, hoor. Ja. Soms zeiden ze van, ja, dit is echt lekker en dan, okay, dan geloof ik het wel. Gelukkig. Hey, nou is er best wel een aantal nummers van jou uit. Ik zie ook heel veel, op TikTok zie ik heel veel beats van jou verschijnen. Maar dan hoor je 1 beat en dan hoor je de 2e, hoor je de 3e. Nou ben ik toch eens heel erg benieuwd wat nou de volgende is die uitkomt. Want ja, ik heb een aantal gehoord waarvan ik dacht van, echt, dat refrein is echt goed. Dus wat komt er binnenkort uit van jou? Ja, ik had gewild dat ik nu zou kunnen zeggen, ja, volgende week of binnen de podcast nu is dan weken. Eigenlijk, dat we het nu opnemen, is het alweer enkele weken later. Oké. Okay. Ja, dan komt er binnenkort een nieuw nummer uit, Loco Loco. Die staat ook op TikTok nu. En daarna ga ik gewoon doorpakken met een hele leuke samenwerking. En dan nog 2 tunes, ook met de samenwerking. De samenwerking is gewoon met dezelfde producer, 2 tunes. En die producer is ook toevallig DJ. Dus dan hopen we ook natuurlijk dat we samen een feest kunnen pakken. Als de 2 tunes goed aanslaan. Nou, ik dus heb die Loco Loco gehoord. Planning. Die heb ik gehoord. Die staat ook op jouw TikTok. Dat refrein is heel pakkend. Ja, catchy. Ja, ja, vervelend, hè? Ja. Nee, het is alleen maar goed. Nee, hij blijft gewoon meteen hangen. Het is heel catchy, dus, ja. Ja, ik vind hem van al jouw nummers die je uit hebt gebracht, vind ik dit refrein nog het mooist. Dat is goed om te horen. Ja. Want hij moet eruit komen. Dat is niet omdat je hier zit. Nee, maar, ik geloof bedoel, je moet ook wel van jouw stijl muziek houden. Laten we dat realistisch zijn. En de een is er wel en de ander niet. Ik hou er wel van. Maar het refrein moet gewoon catchy zijn. En dat moet gewoon makkelijk zijn voor jong. Hoe is het nummer ontstaan? Want hoe ontstaan die nummers bij jou? Is dat gewoon dat je 's nachts wakker wordt en denkt, weet je, ik ga schrijven wat nu moet het? Ja, het is echt heel raar. Dus ik heb daar niet echt een antwoord op. De ene keer bijvoorbeeld in het vliegtuig had ik niks te doen. Maar ik had wel een beat. En dan ga ik gewoon schrijven in notities. En dan, zeg maar, na de zomer toe heb ik dan nu die opgenomen. En dan denk ik van, ja, dat was een goede schrijfsessie in het vliegtuig. En soms denk ik van, ik ga er gewoon blanco in. Dus dan zeg gewoon, ja, ik wil echt een beat die zo snel is en veel energie. En dan meestal wat ik doe is, ik doe gewoon die koptelefoon op. En hij doet mij, de producer, zeg maar, dus degene die de beat heeft gemaakt, die tape mij. En dan ga ik gewoon als een gek gewoon random dingen zeggen. Gewoon wat ik op dat moment voel.
En toevallig Loco Loco was de eerste take. Dus ik had nog niet geschreven. En toen kwam ik gelijk op die van baby, ben je gek, baby, ben je loco, loco. En toen hadden we dat geluisterd, zeg maar, die flow tape. En dan soms zitten er gewoon neurie bij van gewoon rare dingen. En soms zitten er dan dingen bij gelijk die ja, gelijk aanslaan en dat dan toevallig gelijk een refrein is. Want meestal doe ik flow tapen met verses. Maar ja, een refrein doe je meestal echt schrijven. Maar dit was gewoon... Ja, goud. Goed geluk, denk dit, ik. Ja, yeah. Want soms heb je van die beats en nummers dat je denkt van... Top, ik voorspel voor deze grote toekomst. Want het is gewoon echt een heel lekker nummer. Ja. Heel veel nummers. Wat staat er nog meer op je bucketlist, jongen? Want ja, wat wil je nog allemaal bereiken, jongen? Waar gaat het allemaal naartoe met Alessio? En dan mijn bucketlist, zeg maar, in mijn privéleven of in nou ja, dat muziek. Mag je zelf weten, jongen. Samen. Allebei. Ja. Ben je weer zo'n mannetje, huisje, boompje, beestje die je later wil genieten? Sowieso, ik wil sowieso heel veel reizen nog. Heel veel reizen. Huisje, boompje, beestje, ja. Binnen nu en... ik ga niet te kort zeggen, want dat wordt mijn moeder boos. Binnen nu en 5 jaar. Ja? En met muziek wil ik gewoon op een gegeven moment dat ik gewoon de Ziggo Dome kan uitverkopen. Wow. En dat ik daar gewoon naartoe kan werken. Daar wandel je wel langzaam naartoe, hè? Ja. Het is wel een dingetje, het is nog heel ver, maar als je blijft werken en het uitspreekt, dan op een gegeven moment dan hoop ik dat het mag. Ja. Ja, niet hoop ik, het moet gewoon. Het moet gewoon, het blijven moet werken. Gewoon, ja. En doe je ook veel dingen samen met Bissy, zie ik? Ja, klopt. Er komt ook weer iets nieuws aan toevallig. Dus ja, dat Heerlijk. Is leuk. Ik kan het ook heel goed met hem vinden buiten muziek. Ja. Dus dat is ook heel fijn. Ja, dat vind ik ook belangrijk met mensen met wie je werkt. Ook met producers, met beatmakers. Soms heb je wel eens sessies en dan... De beat is wel goed, maar het klikt echt voor gemeten. Mm. Dus je kan niet praten. Het voelt dan zeg maar nog meer als werk eigenlijk. Ja. Terwijl, ja, ik vind het leuk, dus het hoort niet echt als werk te voelen. En als je dan bijvoorbeeld met Busy bent of met een producer waarmee je vaak werkt. Maar ik werk ook vaak met Avenue van Eén Blik is die. En van La Vida Loca ook. Daar werk ik ook heel veel mee. En hij is ook van Loco Loco. Daar is het gewoon, ik kom daar gewoon alsof het mijn huis is. Ik zit daar gewoon te chillen, gamen, lekker praten, elkaar kloten. Stoeien, ja, gewoon, het is gewoon alsof je met Matties bent en muziek maakt eigenlijk. Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is, sfeer. Ja. Ja, zelfs met je manager, zeg maar, die vriendschap die onderbouwt wel gewoon je samenwerking. Ja. Dus ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is. Zijn er dingen die je geleerd hebt van Busy? Ja, dingen loslaten, waar je niet, zeg maar, in privé, gewoon dingen loslaten. Dus als je met iets zit, maar je kan er niks meer aan veranderen. Het gewoon moet loslaten. Ik heb best wel een kort lontje. Dus hij heeft me wel gewoon gezegd van je moet niet snel geïrriteerd raken. Want hij had het vroeger ook. Als je met iets zit, gewoon praten met de mensen om je heen. En qua muziek wat ik van hem heb geleerd is... denk ik altijd iets geks pakken in je nummer. Ik heb dat nu met Loco Loco ook gedaan dan. Ik heb die zelfs aangepast na de zomertour. Gewoon iets waar mensen om moeten lachen. Hij had een nieuw nummer gemaakt, die Spagaat. Ja. Is niet goed in voetbal. Zoeie. Niet de beste op school. Gewoon van die rare dingetjes. En van die hele... Maar het is heel catchy. Ja. Je onthoudt het en mensen vinden het leuk. Mensen gaan ervan lachen en ze vinden het hard. En dat probeer ik nu ook een beetje op mijn eigen manier in mijn muziek te verwerken. Dus iets waarvan mensen gaan lachen. Wat ze gaan herkennen. Waar ze vrolijk van worden. Wat ze energie geeft. Positive vibes. Ja, ja, sowieso. Absoluut. Wat mensen trouwens misschien niet weten, ik weet het wel, en ja, dat weet het waarschijnlijk ook wel. Naast artiest zijnde, ken jij verschrikkelijk goed voetballen? Nou, niet overdrijven. Nou ja, je hebt toch, volgens mij heb ik iets gelezen dat je zelfs in de FIFA spel terecht bent gekomen of zo? Of? Nee. Ik kan prima voetballen. Ik ben helaas wel gestopt 1 jaar geleden, maar ik doe nu met Credis FC mee. Oh ja, leuk. Dan voetbal je voor een goed doel. Leuk. Kennen jullie het concept? Ja. Ja. Ja, dus dan elke week is het, elke wedstrijd is het een ander goed doel waar je voor speelt. En ja, dan met andere presentatoren, acteurs, artiesten, DJ's, TikTokkers. Het is echt een team van alles en nog wat. Heel leuk. En dan ga je gewoon voetballen tegen een team die zich aanmeldt om, die zeg maar ons heeft uitgedaagd. Ja, en dat gaat wel... Goed, zeg maar. Nou ja, ik kwam van de week beelden tegen van een of andere sleepbewegingen en een passeerbeweging van jou en een schot in de verre hoek. Yeah. Dat ik bij mij gedacht van, oké,
We weten dat de Eredivisie en Ajax op dit moment niet echt veel is. Maar ja, goed, jij bent natuurlijk voor de hele andere club. Ja, ik wil het zeggen. Het is niet Ajax niveau, het is meer Feyenoord. Ja, zeg maar. Ja. Maar heb je op Eredivisie niveau onder gevoetbald? Of? Nee, helaas niet. Nog niet? Nee, helaas niet. Nee, maar het zit er wel in. Niet meer helaas. Nee. De jongensdroom is al vervaagd. Ja, al weg. We zijn geshift naar Ziggo Dome. Yeah. We hebben profvoetballen laten vallen. Yeah. Profvoetballen Arena laten is weg. Nee. Arena is het nooit geweest trouwens. Maar ben je dan wel sportief? Hoe bedoel je? Zeg maar qua sporten of qua sportief zit je in de gym? Van... Of, Ja, ik heb 2 maandjes gegymd. 2 maandjes gegymd? Ja, en toen kwam zomertour zeg maar. Ik was echt goed bezig. En ja, dan ga je helemaal uit het ritme. Ja. En ik ben heel eerlijk, ik heb dan echt niet de motivatie en de zin om dan te zeggen van ja, nu ga je de gym stoken. Ja, maar als je werkt van 1 tot 5, tijden, je lichaam is helemaal niet raar. Nee. Ja. Ga je ook maar niet meer achterop staan? Nee, tuurlijk niet. Nee, echt niet. Maar nu moet ik wel weer eventjes gaan gymmen. Maar voetballen doe ik nog steeds. Dus lekker. Ik ben wel sportief, qua conditie zit het wel goed. Ik alleen nog even wat kracht erbij hebben. Ja, en die heb je nodig volgend jaar. Absoluut zeker. Ja, natuurlijk. Want je gaat volgend jaar moet je op je minimaal in Italië gaan. Dat is jouw geboorteland, man. Ja. Dus ja, wat dat betreft moet je daar een boeking hebben. Ja. Vind ik wel. Hey, we hebben. Er was, nou, ik denk, een paar maanden geleden was je ook bij ons in de radio-uitzending. We hadden ze altijd een stelling, hè? En dat is. Dat blijven we bij. Moeten we aan jou niet vragen, maar ik ga hem toch vragen. Pizza met ananas, kan dat? Nee. Nee? Wat zeg jij? Ja, ik vind het dus echt heel erg lekker. Kan ik nog naar huis? Ik vind dat echt heel lekker. Kan je nog naar huis? Ik snap dat het via de normen en waar het niet kan, maar ik vind het echt helemaal... Aan de Italiaan, hè? Ik vind het helemaal niet vies. Ik hoor niks, jongens. Ik vind het helemaal niet vies. Very white. Maar heb je het ooit gegeten? Nee, ik vind het niet lekker. Ook heb je het ooit gegeten? Ik hoor helemaal niks. Ja, zie je? Dat kan niet, hè? Nee, ik kan echt niet. Nee, dat kan echt niet. Ik vind het helemaal niet vies. Nee, ja, dus zo'n Hawaii noemen ze dat volgens mij. Maar is er toch ook ergens een pizzazaak die ze echt voor €50 verkoopt? Oh, dat weet ik niet. Ja, ik ga nooit achter de Hawaii aan. Moet je bij hem zijn? Ja, ik had iets, ik had iets gezien dat er was een pizzazaak die ze nu echt voor heel veel geld verkocht. Zodat pizza ze niet Hawaii meer verkocht. Zouden, ja, zodat ze niet meer verkocht zouden worden. Zodat niemand meer pizza Hawaii zou kopen. Ja, stop de cap. Je hoeft in Italië echt niet pizza Hawaii te zeggen. Nee. Nee, dan kan je half Italië achterrijden. Dus ja, ja goed, maar als je het lekker kan altijd vindt, erger, hè? Er zijn ook mensen die pizza met friet eten. Nee, dat kan altijd erger. Ja. Dat wel. Nee, maar wat is voor jou de lekkerste pizza? Je mag hem samen. De lekkerste pizza is gewoon pizza margherita. Gewoon echt standaard. Simpel basic. Maar met goede korst die lekker knapperig is. En er moet een beetje zo'n sausje over de pizza heen zitten. Ik weet niet wat voor sausje dat is, maar dat is altijd echt heel erg lekker. En niet te veel kaas. Goede saus. En voor de rest, ik hou echt van pasta. Ik lust echt elke pasta. En vooral die van mijn opa. Ja? Ja. Wat maakt die van je opa zo speciaal dan? Ja, zeg maar, elke Italiaanse familie heeft de eigen saus. Oh, echt? Eigen, ja, dus eigen recept voor de pasta saus. Ik dacht dat het altijd gewoon een reclame was. Is dat echt zo? Ja, dat is echt zo, ja. Dus zeg maar, elk gezin heeft een eigen smaak pasta saus. En die van mijn opa, ik weet niet wat hij erin doet. Hij doet er volgens mij wortel in, wijn in. Hij doet er allemaal rare dingen in, maar het is zo lekker. Ik heb, ja, toevallig mijn manager heb ik meegenomen. Ja, gewoon al mijn vrienden heb ik daar naartoe genomen. En die gingen weg met de buik van mijn opa ook. Dus je denkt, wat moet knorren, hè? Direct hier. Je maakt het gewoon echt super lekker. Ja, dat is echt niet normaal. Het is gewoon een feest als je dat eet. Dan ga je gewoon springen aan tafel. Ik wil straks nog het een en ander van jou weten. Onder andere wat je slechte eigenschappen zijn. Wat je goede eigenschappen zijn. Mm-hmm. En waar we je in de toekomst nog veel of meer kunnen zien. Is goed. Alessio. Ferry. Waar kunnen we jou 's nachts voor wakker maken? Pizza, pasta, frietjes, kipnuggets, biefstuk. Volgens mij kunnen we wakker maken voor biefstuk, maar ik weet niet zeker. Ja, volgens mij. Biefstuk volgens mij echt altijd. Biefstuk. En nou noem je dat eigenlijk zo op, hè? Al die lekkere gerijen. Maar je zei het toen straks, je bent eigenlijk gewoon een hele slechte eter, want je eet gewoon helemaal niks. Je lust bijna niks. Nou ja, ik lust wel veel dingen. Maar zeg maar, als ik ergens anders ben dan thuis, dan... Vind het gewoon fijn als ik zelf zie hoe het wordt gemaakt. Ja. Ben je dan bang om ziek te worden? Of wat is dan hetgeen wat je triggert? Gewoon, het is niet lekker. Ik weet het echt niet. Hmm. Een soort van smetvrees. Dat mensen bang ik heb dat mensen wel, heel eerlijk gezegd. Is aan hun neus of wat hebben gezeten. Ik kan ook niet uit hetzelfde glas drinken als iemand anders. Nee, kan je daar meteen koortslift van? Nee, ik weet niet waarom. Ik heb gewoon een smetvrees. Ik kan ook niet van hetzelfde bord eten. Zelfs niet van hetzelfde bord als van mijn moeder. Ja, dat kan. Ja, ja, ik doe het mij, maar maakt het niet uit, maar dat is mijn eigen familie. Maar
Ik begrijp dat best wel. Zijn meer. Heb jij dat? Heb jij daar last van? Smetvrees? Ja, dat je. Ja, ik vind het wel. Als ik bijvoorbeeld in een keuken kan zien wat ze bereiden, vind ik het altijd wel eerlijker en lekkerder overkomen als dat ik niet weet dat wat. Ja. Niet. Wat ik wel heb is thuis sowieso niet. Ik bedoel, ik vind het echt niet erg om hetzelfde glas te drinken uit mijn zusje. Maar ik heb wel, als ik in een restaurant ben, met glazen of zo. Dat ik heb van, oké, hier bij andermans mond ook. Of met bestek, want dat gaat ook natuurlijk, raakt ook je lip aan. Dat snap ik wel. Maar thuis heb ik, want thuis weet ik gewoon welke vaatwasser ik heb. Safe. En welke vaak hoe het schoon wordt gemaakt. Snap je? Dus ja. Dat heb. Maar ik snap wel in restaurants dat je wel dat smetvrees kan hebben. Ja, ik begrijp dat wel. Ja, ja. Ja. Nou, goed. Nou, maar dat verklaart een hoop. Ja. Dat verklaart een hoop. Hey Alessio, waar word jij pissig om? Waar word je echt boos om? Waar word ik echt pissig om? Ja, zei al dat je een kort rondje had. Ja. Ja, gewoon mensen die te laat komen. Mensen die arrogant zijn. Mensen die liegen. Achter je rug om praten vooral. Dat is het grootste waar ik echt niet tegen kan. Zeg maar, als jij nu heel fijn doet tegen mij en dan als ik straks weg ben, ga je tegen jou zeggen. Ja, wat een klootzak. Ja. Daar kan ik echt niet tegen. Gewoon als iets is, ik ben gewoon een hele rustig jongen. Je kan alles tegen me zeggen, maakt echt niet uit wat het is. Als je het maar gewoon tegen mij zegt. Vres, wat kan ik nog meer niet tegen? Ja. Maar trek je dat soort dingen ook aan? Want je hebt natuurlijk nou best wel veel volgers op social media. Je hebt natuurlijk naast positiviteit, zal je ook wel negativiteit hebben. Want dat zit er eigenlijk. Ja, het is hoort erbij, maar het hoort er ook weer niet bij. Mm-hmm. Reageer je daar dan op? Of gaat dat links in rechts uit? Eerlijk verwacht met zomertour dat zeg maar, ik meer zeg maar, jongens zou hebben die zeg maar, zouden schreeuwen of irritant zouden doen. Maar eigenlijk was het juist dat jongens zeg maar nog meer zeg maar op mijn huid waren om het zo te zeggen dan meiden. Ja. Dus die waren nog zeg maar enthousiaster en actiever. Dus dat was heel leuk. Voor de rest krijg ik niet echt haat of zo. Ja, natuurlijk. Ja, je hebt altijd mensen die die rare dingen commenten of reageren. Mm. Ja. Daar hou je altijd. Ja. Maar ja, soms denk ik wel als ik een comment lees en dan kijk ik wie het zegt en dan zie ik je bent 21 jaar gewoon een jongen van 21 die zoiets comment of soms zelfs vaders gewoon. Die gewoon 3 kinderen hebben die zoiets raars commenten met scheldwoorden. Denk ik, ja, voed je kinderen op. En, ja, wat moet je ermee? Ja. Maar doe je die mensen dan ook blokkeren? Nee. En ook niet verwijderen de reacties? Nee, want hun staan voor lul, toch? Ja. Ja. Maakt mij echt niks uit. Maar sta jij zo sterk in je schoenen dat je daar echt niks van aantrekt? Want dat vind ik vrij knap op jouw jonge leeftijd toch al. Ja, ik sta wel gewoon. Ik heb wel een dikke huid, vind ik. Maakt me niet echt uit wat mensen van mij vinden. Zolang zeg maar de mensen om mij heen weten hoe het zit en hoe ik ben en hoe ik handel, zeg maar, in situaties, dan vind ik het goed. En wat mensen zeggen die mij niet kennen of wat mensen denken die mij niet kennen, ja, iedereen heeft een voordeel. Ik heb die ook van mensen, dat is normaal, maar daar ga ik me niet druk om maken. Want ja, als ik daar energie in moet stoppen, dan... Ja. Het lijkt wel of hij mediatraining al heeft gehad. Zie je dat? Nee, ik heb geen mediatraining gehad. Keurig netjes. Ja, hij doet het. Nee, ik heb geen mediatraining. Hij pakt zich er goed uit. Hey Alessio, we hebben een speciale verrassing voor je. Ja? Je hebt natuurlijk pizza. De pizza met ananas? Nee, liever niet. Waarom kijk je mij dan aan? Ja, jij staat hoort aan de boek niet meer als... Ja, ik word, nu ga over haat geen gesproken. Red Bull meisje meer, maar pizza krijgen, met ananas meisje wordt het nou. Nee, je hebt natuurlijk heel veel fans. Heel veel vrouwelijke fans. Heel veel mannelijke fans, je zegt het ook al. We hebben 1 fan hebben we uitgenodigd in de studio. Dat is ook leuk. Ja, vonden we leuk. Ja. Die is ook echt een enorme fan van jou. En we hebben tegen haar gezegd van... Jij mag een lesje wat vragen stellen. Ben Sophie, benieuwd. Kom er maar bij. Even applaus voor Sofie. Lekker. Woep woep. Ik zou bijna zeggen, Sofie, stel je voor. Maar weet je, ik verhoud het gewoon lekker op Sofie. Ja, en Sofie komt goed. Uit Brabant. En jullie kennen elkaar wel al een beetje, hè? Ja, ik heb opgetreden bij jou thuis. Ja, dat klopt. Op mijn huisfeest. Ja. Toen werd ik 18. Maar toen hadden mijn vriendinnen jou geregeld als verrassing. Om 12 gaaf. Uur. Ja, dat was heel gaaf. Wat leuk. Ja, was superleuk. Hoe reageerde ze? Ik had totaal niet verwacht. Ja, ik had eerder verwacht dat er een stripper kwam. Ja. Ik schrok. Dat is een paal neergezet voor je, jongen. Ik schrok, want ik dacht, ja, mijn ouders staan hierbij. En ze zeiden, ja, je mag nu niet omdraaien. En ik dacht, komt er dadelijk een stripper? Ik dacht, hier heb ik helemaal dat wil ik niet doen met mijn ouders erbij. Toen stond Alessio daar. Dus dat was echt heel leuk. Heel leuk feestje, leuke muziek. Ja, was gezellig. Ja, was echt heel leuk. Ja, en nou zit je hier. Ja. En dan zit hij weer. Ja. Net terug uit zijn Europese tour. En we hebben gezegd van, goh joh, bedenk eens wat nee. Ja, dat is alle landen bij elkaar. Welke vragen heb je voor hem? Ja, nou, ik vroeg me bijvoorbeeld heel erg af hoe jij in het begin bijvoorbeeld met al die bekendheid omging. Goeie vraag.
Dat is echt goed. Die vraag heb ik nog nooit eerder gehad, heel eerlijk gezegd. Nou, kijk hier. Hop. Ja, zo. Hoe ik daarmee omging. Zeg maar, toen ik begon met muziek maken was in corona. Dus je merkt dat eigenlijk helemaal niet echt. Daarvoor deed ik ook al wat dingen met YouTube, dat mensen me herkenden. En TikTok, maar zeg maar, toen was het nog niet zo erg. Maar ja, zeg maar gewoon in de Albert Heijn, als je ziet mensen gaan stiekem filmen. En toen corona wegging, toen met mijn eerste paar shows, toen merkte ik wel van zo. Je ziet wel de getalletjes zeg maar, bij de streams, ja. Maar ja, er zijn echt mensen die het ook echt allemaal kennen. Want het is toch raar, want ja, met corona, ja, geen feesten, niks. Je ziet niks. Nee. En toen was corona klaar en toen waren er weer shows, zeg maar, mijn eerste shows. Ja, toen schrok ik wel van zo. Het geeft je wel echt meer motivatie en een kick van ja. Ja. Is niet altijd, is het niet soms vervelend? Dat geldt trouwens ook voor jou. Jij bent natuurlijk ook wel herkenbaar, social media persoon. Dat je, ja, het is leuk natuurlijk al die aandacht, maar het kan natuurlijk ook vervelend zijn. Want je kan eigenlijk niet altijd meer rustig over straat wandelen. Heb jij daar last van? Jij mag eerst. Oh, ik denk dat we daar heel erg hetzelfde in staan. Zeg maar, het ligt aan hoe je benaderd wordt. Als je gewoon ergens loopt en er komt gewoon heel aardig iemand naar je toe met hey, ik heb je herkend, ik vind je heel tof, mag ik een foto? Superleuk. Maar inderdaad, als je sneaky achtervolgd wordt en gefilmd wordt, of als mensen een soort van langslopen en iets vervelends zeggen, ja, dat zijn wel dingen. Maar daarvoor heb ik niet getekend. Ja, dat is niet wat ik leuk vind. Dus en als je dat nu merkt, hè, jij ook, wat doe je er dan tegen? Ben je dan zo iemand die er echt daadwerkelijk wat van gaat zeggen? Of loop je gewoon door stoïcijns? Ja, ik loop altijd door. Gewoon doen alsof ik het niet heb gezien of gehoord. Dat is wel het beste, hè? Ja. Ja. Maar ik weet niet, misschien zou jij er anders in. Ja, in het begin vond ik dat lastig, als mensen iets zeggen, zeg maar. Wat vaak gebeurde is, mensen lopen langs en je hoort, zeg maar, ze fluisteren. Of soms hebben ze gewoon geen schaamte en wijzen ze gewoon naar je. Gewoon zeggen ze gewoon, hey! Ja, gewoon geen schaamte. En dan zijn ze aan de andere kant van de straat en dan ineens gaan ze stoere dingen schreeuwen. Ja, daar kan ik slecht tegen. Oh, hey, eikel! Ja, dat soort dingen. Maar nu negeer ik dat gewoon. Maar vroeger, ja, zou best wel een keer kunnen dat ik daarop in ben gegaan. Maar nu maakt het me echt geen zak uit. Ik loop gewoon altijd door en met shows hetzelfde. Als iemand een keer iets schreeuwt of zo, ja. Dan zeg je er niks van. Of? Nee. Goeie vraag. Soms wel lastig, maar het beste is niks te zeggen. Want ze willen juist die reactie. Ja. Dus ja. En als je die reactie geeft, gaat alleen maar meer gebeuren. Want stel dat wordt gefilmd, dat je boos wordt of iemand uithaalt, bij wijze van spreken, en het wordt gefilmd, ja. Ja, dan ben je alleen maar. Ik ken een aantal mensen, die ken jij ook, die zijn ook gefilmd, getreiterd, achtervolgd. Hebben 5-6 keer gezegd, doe niet, stop met filmen, heel netjes. Dat is allemaal niet opgenomen. Hè? Het moment dat je dan een keertje agressief terug doet, dat stukje komt dan op social media te staan. Sorry, ik mag niet lachen. Nee, waarom mag je niet lachen? Nee, ik mag niet lachen. Waarom mag je niet lachen? Nee. Nee? Sorry, man. Wat? Nee, ik weet over wie het gaat, denk ik. Ja. Even de uitknip, alsjeblieft. Nee. Maar ik zie dat filmpje zeg maar voor me. Ja. Dat is echt heel kut, maar... Ja, dat was echt klote. Ja. Dat is, dat klopt, ja. Maar dat is dus weer de negatieve kant als je er wel op gaat reageren. Ja. Ja. Ik vond het een hele goede vraag van Sophie. Ja, maar je hebt er nog volgens mij nog meer. Nou, gelukkig. Ja, welke artiest kijk je eigenlijk naar op? Of jij ook? Wauw, wat een goede vraag. Ja, ze zijn voor hem hoor. Nou, niet te slijmerig doen, hè. Drake zit hier vast mijn plaats over. Ja, het is oprecht goede vraag hoor. Ja, ja, nou, dan, gelukkig. Marcel, hè, jongens? Ik heb niet gelijk het antwoord. Zo. Ik vind hoe Central C zich neerzet qua marketing, vind ik heel hard. Hij heeft zich gekoppeld aan een kledingmerk. Dus in zijn clips heeft hij dat aan. Bij zijn shows, dat vind ik keihard. Er is één Italiaanse artiest die ik ook keihard vind, ook zijn branding voornamelijk, is hij doet alles in donkerblauw. Toevallig is dat ook mijn favoriete kleur, donkerblauw, lichtblauw. Mm-hmm. Dus zeg maar, zijn koffers van Spotify zijn in het donkerblauw, zijn kleding, zijn microfoon, letterlijk alles. En ook zijn vrienden, iedereen komt altijd in donkerblauw. Maar tegen wie ik opkijk in Nederland, ik vind Lil Kleine heel hard, heel goed. Busy vind ik echt heel creatief. Hij heeft altijd iets creatiefs, iets geks wat andere mensen gewoon nooit zouden kunnen bedenken. Ronnie Flex. Die drie vind ik echt op creatief gezien vlak, zeg maar. Yeah. Nou, goede top 5. Ja. Ja. Met wie van deze artiesten die je nou opnoemt, zou je heel graag nog een keer samen willen werken? Busy heb je natuurlijk al. Maar... Ja, Ronnie Flex. Ronnie Flex? Ja. Ronnie, even bellen. En jij, Jana? Waar ik naar opkijk? Ja. Ik moest jou ook nog zeggen trouwens, dat heb ik vergeten. En Ferry, kijk. Ja, en Ferry. En Ferry. Ja. Wat? Ja, nou, dat is ook leuk. Kan je geld voor, hè, weet je. Hè? Dan kan je geld voor. Ja, zeker. Ja. En 2 tosties. En 2 tosties. En een pizza. Zonder ananas. Hawaii. Maar... Naar wie kijk ik op? Ja. Ik denk, als je kijkt naar, zeg maar, qua influencer... Ja? Vind ik Jade Anna echt een hele zieke chick. Ja. Ik bedoel, ze is 19, ze heeft haar eigen huis gekocht.
eigen auto. Volgens mij heeft ze een van de meest sowieso zeg maar bekeken reach met op Instagram. Echt heel tof, vind ik haar. En ja, ik denk dat ik naar haar op zeg maar qua influencer opkijk. Ja. Qua mijn werk. Dan noem je ook wel op. Hè? Ja, want jij hebt inmiddels ook heel veel volgers. Jij hebt ook heel veel volgers. Dus dat betreft, ja, jullie komen er wel. Jullie gaan ook straks richting, jij zit nou op 700, 800? 6? Wie, ik? Op TikTok en Instagram? 700, ja. Ja. Jeez. Jij nog niet, jij zit 200 nog wat of zo, hè? Ik zit, liggen hier drie? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet ga eens kijken. Weet. Ik zeg heel eerlijk. Ik heb gisteren nog gekeken, maar die nummertjes, dat zegt mij niet zo heel veel. Ik ga kijken. 330. Zo. Lekker hoor. Is ook aardig gegroeid. Ja. Ja. Had je verleden jaar nog niet? Ik moet eerlijk zeggen, ik hou dat echt niet in de gaten. Nee. Maar het is wel heel leuk, dat wel. Maar heb je dan ook het idee met al die volgers die je hebt, dat je ook een beetje een soort van voorbeeldfunctie bent? Want mensen kijken toch tegen jou op. Het is toch wel heel belangrijk dat je weet wat je dan plaatst op je socials. Of zeg je van ja, hey, schijt aan. Ja, dat is wel zo. Ja. Ja. Soms wel lastig, maar het is wel zo. Controleer je je post ook? Ben je voorzichtig met wat je erop zet? Nou, of zeg je wel, van je nou... Je moet altijd jezelf blijven. Ja. Maar ik heb wel eens iets gepost dat mijn manager tegen mij zegt van ik wil niet bemoeien met wat je post, maar misschien is dit niet zo handig voor in het vervolg met En dan ga je nadenken van ja, oké, je hebt wel gelijk. Ik weet dat eigenlijk wel. Ik een fragment terughalen. Toen jij bij mij in mijn radio-uitzending was, toen wou ik een TikTokje met je doen. Maar het was een halve klompendans. En ik zag jouw gezicht al. En ik denk je imago. En je ging al naar de wc toe. En je was al weg. En ik moest dat 5 keer vragen. Het is er nooit van gekomen hoor. Die klompendans. Nee, maar dat snap ik wel. Dat van imago is dat gewoon. Ja, dat kan niet. Dat snap ik heel erg goed. Ja. Ik zou het wel doen, maar ik heb geen imago. Dus dat maakt er geen reet uit. Nee, super. En nu weer een vraag, Sophie. Is jouw grootste droom ook de Ziggo Dome uitverkopen? Of? 100% ja. Ja? Ja, ja, nou, het lijkt me ook vet als je zeg maar op een gegeven moment in het buitenland zeg maar muziek kan maken. Want ja, nu is mijn doel natuurlijk Nederland, omdat ik dat nog niet heb en ook pas echt net ben begonnen. Ik sta net in de start eigenlijk. Maar ik denk dat het, als je zeg maar eenmaal echt goed gaat in Nederland, dan heb je al heel snel zeg maar, ja, bereikt wat je kan bereiken. Ja. En dat lijkt me heel vet als je ja, bijvoorbeeld Duitsland meer kan pakken. Italië, ja, andere landen zeg maar. Waar ze ook gaan luisteren. Maar dat is wel voor heel ver hoor. Ja. Maar dus dat hou ik wel als, als je de Ziggo Dome hebt uitverkocht, ja, dan rijden, ja. Is dat je volgende stap. Ja, dan wel. Ja, ja. Okay, wel heel gaaf. Ja. En wie is jouw belangrijkste persoon in jouw leven? Dat vind ik nou een goede vraag. Ja, ik ook. Dat vind ik nou echt een hele goede vraag. Ja, van wie kun je veel leren of... Zeg maar, mijn belangrijkste persoon is sowieso mijn moeder. Gewoon, mijn moeder heeft altijd voor me klaargestaan. Altijd alles voor mij gedaan. Als ik iets nodig had, zorgde ze altijd dat ze dat had geregeld. Ik kwam nooit tekort op iets. Mijn moeder regelde eigenlijk alles. Dus dat is ook voor mij motivatie om het gewoon goed te doen. Dus de belangrijkste persoon is mijn moeder. En waarvan ik het meeste kan leren is mijn manager. Ja. Die gewoon heel veel heeft meegemaakt in zijn leven. In zowel privé en zakelijk. En dat is voor mij heel fijn, want dan kan hij mij behouden voor bepaalde situaties of dingen die kunnen gebeuren. Zodat ik weet dat het of helemaal niet gebeurt, of dat ik zeg maar weet hoe ik ermee om moet gaan. Hij leert me ook bijvoorbeeld hoe ik met geld moet omgaan. Heel veel jonge jongens. Ja, ja, maar dat lijkt mij ook een ding, hè? Ja, je komt natuurlijk, ja, je gaat natuurlijk nou, ja, je verdient best redelijk. Laten we dat vooropstellen natuurlijk. Nou, want die optredens zijn, die moet je natuurlijk ook betalen. Je krijgt op een gegeven moment veel geld op je bank. Denk, raak je dan niet in de verleiding om echt hele dure dingen en alles massaal te kopen? Ja, ik weet helemaal niet zelfs. Nee? Nee. Ik ben echt, ik spaar heel goed, zeg maar. Natuurlijk koop ik soms kleding, schoenen, ketting, armbandje. Ja, dat doet iedereen. Dus ik vind ook wel dat dat mag. Maar ik doe niks geks met mijn geld in de zin van, ik ga nu naar de club toe en ik doe 8000 euro aan flessen. Nee, dat soort dingen doe ik absoluut niet. Nee. Ik doe wel gewoon echt heel goed sparen. Maar waar spaar je voor? Ja, eigen huis gewoon uiteindelijk. Investeringen kunnen doen. In de toekomst misschien eigen bedrijf op kunnen zetten naast mijn muziek. Wat voor bedrijf zit je dan aan het denken? Goeie vraag, dat weet ik nog niet. Ja, kleding. Nog niet. Nee. Kleding, donkerblauw, lichtblauw. Ja, nee, dat weet ik nog niet. Dat weet ik echt nog niet. Nee? Kan voor alles zijn. Ja. 5 jaar, heb je net gezegd. Wil je eigenlijk een soort van gezin, huisje, boompje, beentje? Hoe oud ben je over 5 jaar? Over 5 jaar ben ik 24. 24, oké. Okay, ja. Nou, dat is relatief vroeg nog. Dat is vroeg, ja, dat is jong. Relatief vroeg. Ja. Maar je zei al, ik wil het niet te kort op elkaar doen. Dan leg ik druk op mijn schouders. Maar 5 jaar is toch wel behoorlijk wat. Maar ben jij ook echt een gezinsman? Dat is gewoon echt vrouw, kinderen? Ja, 100%. Ja? Ja, ik wil sowieso kinderen. Ja. 3.
Drie kinderen? Ja, minimaal. Ja, heb je de naam al? Want dan gaan we dat meteen al vertellen, weet je wel? Nee, dat heb ik nog niet. Nou, misschien twee eerst. En dan, want mensen zeggen, ja, aan nou, twee heb je al alle handen vol, zeg maar. Maar het lijkt me gewoon heel gezellig. Krijgen. Het lijkt me gewoon heel gezellig met drie. Ik heb ook drie kinderen. Het is heel gezellig. Ja, hè? Ja, hoor. Gaat niks mis mee. Ja, ik heb alleen een zusje. Maar ik had het heel leuk gevonden als ik nog een broer had, of een broertje had, of nog een oudere zus, of nog een klein zusje. Dus ja, ik denk gewoon drie is gewoon heel gezellig. Ja, dan moet je toch eventjes bij je ouders te raden gaan, hè, jongen. Voor de derde. Ja, nee, dat gaat niet meer gebeuren. Nee, dat snap ik op die leeftijd. Was dat het, Sophie? Ja, ik denk het wel. Dan... Goeie voornemens, ja. Goeie mindset. Goeie vragen. Ja, dank je wel. Beter dan die van Ferry. Ja, dankjewel. Het is heel fijn, jongen. En bedankt weer. Ja. Hey, ik had nog even iets, hè. Ik moest jou van iemand de groeten doen, trouwens. Maar nou, namen zeggen jou niet zo heel veel, hè. Dus ik had even... Ik leg hem even hier neer. Ik had even iets meegenomen. Bril gaat op? Ja, nee, jongen. Oké, de focus. Ik weet het al. Wat krijgen we nou? Nou, ik moest absoluut de groeten doen. Maar ik wist van je hond. Ja, ik wist het. Ik wist het, jongen. Ik wist het. Oh. Ja. Dat is een heel verhaal, hè? Ja, dat is een heel verhaal, ja. Je wist dat het zou gaan komen? Ja. Nee, ja? Ik wist het niet. Maar toen, op een gegeven moment, toen jij zei van ik wist het, toen wist ik ook van oké, ja. Ja, voor het de huisfeestje. Voor de mensen thuis. Mijn dochter werd 18. Alessio kwam, net zoals bij jou, bij ons in de achtertuin zingen. Ook stiekem wist ze van niks. Alleen, we hebben zo'n Amerikaanse... stevige hond, die eigenlijk poeslief is. Ik heb zelf ook een hond, hè, dus ik ben echt nooit bang voor honden. Ik snap het dus echt niet. Dus ja, wij hadden jou... Zo, ik denk, hij gaat mijn leven opeten. Ja. Maar hij heeft ook best wel een grote kop, dat moet ik toegeven, met flinke tanden. Maar hij doet voor de rest helemaal niks. Maar we hadden Alessio in de woonkamer verstopt, zodat mijn dochter echt helemaal niks wist. In het donker. Hoe leuk. En op het moment zo wil ik hem Alessio halen en ik zie Jamie daar, zijn manager, op de bank zitten. En ik denk, waar is Alessio toch? Op mijn etenstafel geklommen. In de hoek. Nee. Ik heb de foto's nog. En ik kon hem niet meer terugvinden. En dan zat hij in een hoekje. Die hond! Die ja, hond! Ja, echt die zo. Hond! Ja. Dank ja. Maar hij ging ook alleen maar op mij. Ja, maar dat voelen ze. Ja. Nou ja, ik ging gewoon op de eettafel staan. Toen ging ik op de rug van Jamie. Ik heb gewoon Alessio gewoon op mijn etenstafel staan. Waar ik elke dag eet. Hij stond er gewoon op. Ja, toen ging ik dus optreden in de tuin. En ik ben gewoon zo aan het optreden. En die hond hadden ze binnengelaten natuurlijk, expres. En iemand doet die deur open en hij komt. Nou, ik stopte gelijk met zingen. gelijk weg. Ja, je krijgt de groeten van hem. Ja. Ik liet de foto zien. Ik ging toen straks de studio. Ik denk, nou, ik laat een foto van jou zien. Ja. Hij heeft het echt. Maar je bent wel een hondenliefhebber. Ja, zeker. Ik hou echt van honden. Ja. Echt heel erg. Want je hebt zelf een hond? Ja. Wat voor hond heb je? Engelse Cocker Spaniel. Oh, leuk. Weet je, echt met die flapoortjes. Ja, die zijn leuk. Ja, schattig. Bruin-wit. Ja. Leuke vlekjes zo. Ja, volgende keer als je komt, zorg ik dat de hond in ieder geval buiten is. Hoe heet jouw hond eigenlijk? He? Hoe heet jouw hond ook weer? Diego. Oh ja, dat had je me wel gezegd. Ja. Dus we hebben er meer. We hebben ook van die chihuahua. Ja, die kleintjes, ja. Die hele kleintjes, maar die zitten elke dag voor dat raam en die blaffen. Die doen helemaal niks. En die grote, ja, die zegt helemaal niks. Van, als je een plakje worst neerlegt, ja, kan je eens inbreken. Gewoon, oh, sorry. En kun je gewoon doorwandelen, bij wijze van spreken. Nee, jij was er niet zo heel blij mee. Had van tevoren even moeten vertellen. Heb je nou nog trouwens veel privé... huisbezoeken, tenminste tuinfeesten, wat je nog moet doen. Want op een gegeven moment zal dat ook wel minder geworden, omdat je natuurlijk die grote optredens gaat krijgen. Niet, volgens mij. Nee? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het eigenlijk niet eens weet. Jamie weet dat wel. Ja, ik weet het heel eerlijk gezegd. Ik ga het straks wel eventjes nog aan Jamie vragen. Ja. Hey, goede eigenschappen van jou eigen. Wat zouden vrienden over jou zeggen wat een goede eigenschap van jou is? Sociaal. Ja? Ja, ik vind mezelf ook grappig. humor gewoon. Ja. Ik kijk wel altijd om naar de mensen met wie ik ben, zeg maar. Zorgzaam. Ik denk dat het is. Heb je bijna ook als een ideale schoonzoon. Heb je ook een grote vriendengroep of een klein? Klein. Ik heb eigenlijk, mijn manager is eigenlijk mijn grote broer eigenlijk. Dus ook gewoon een van mijn beste matties, omdat ik hem al kende voor muziek. Dus eigenlijk, ik kan ze op één hand tellen eigenlijk. Ik denk maar drie, vier echt... Ja, misschien zelfs maar twee mensen heb die ik echt alles vertrouw. Ja, maar volgens mij, als jij tegen mij zegt van ik heb 15 goede vrienden, dan geloof ik dat eigenlijk ook niet. Want dat is bijna niet meer zo, toch? Nee. Je hebt toch altijd één of twee wie je al gewoon dag en nacht kan bellen, waarvan je weet dat die altijd voor je klaarstaan. Dat zijn er geen 15, tenminste, ik ken ze niet. Nee, echt maar één of twee, ja. Ja, dat is wel echt heel belangrijk. En slechte eigenschappen, wat zouden vrienden over jou zeggen? Nou, die Alessio, die is...
Ja, ik denk dat ik soms wel egoïstisch kan zijn. In welke vorm dan? Gewoon als ik iets in mijn hoofd heb, dan heb ik het echt in mijn hoofd. Dus oh, daar hebben wij spreekbaar voor. Je hoofd zit niet in je kont. Ja. Dus dat kan wel. Kijk, ik denk ook dat het een goede eigenschap kan zijn. Maar het kan ook heel vervelend zijn, zeg maar. Ja, egoïstisch. Wat is nog meer een slechte eigenschap van mij? Dat is moeilijk, hè? Mag ik hulp inschakelen? Ja? Jamie, help me even een handje. Jamie, wat is zijn slechte eigenschap? We gaan even de manager erbij halen. Yes. Hebben jouw slechte eigenschap? Ja? Hij is er niet eens. Jawel, is er wel. Hij komt al, maar we hebben vier deuren voordat hij naar binnen toe moet. Daarom is hij hier op dit moment ook 31 graden of zo. Je kan een kort lontje hebben. Je kan een kort lontje hebben. En wat nog meer? Dat was het. Egoïstisch en kort lontje. En wat nog meer? Dat was het. Gelukkig. Dat is goed voor de betaling. Nee. Ja, dat is duidelijk. Ja. Eigenlijk gewoon zit hij de ideale schoonzoon. Nee, totaal niet hoor. Nee? Nee. Waarom zit niet? Waarom niet? Niemand is perfect, toch? Nee, maar ja. Hoe moet je perfect zijn dan in het leven? Nee, niemand is perfect, daarom. Nee, nou ja. Goed. Ik ben heel blij dat je hier vandaag was. Ik vond het ook echt heel gezellig. Zeker met al die jetlags en vermoeidheid en alles wat je nu nog gaat doen. Wat ga je de komende week doen? Lekker rusten? Dit weekend festival in Amsterdam, Parels van de Stad. Lekker. En nog een show vrijdag in de club. En voor de rest gewoon weer studio's. Gewoon lekker rustig. Even chillen. Shows, af en toe studio. Wat even chillen. En vergeet niet zijn nieuwe beat, hè? Loco Loco. Loco Loco, ja. Loco Loco komt eraan. Op het moment dat deze podcast online is, is Loco Loco waarschijnlijk al uit. Dat denk ik niet. Denk ik niet. Oh, dan is hij nog niet uit, maar staat hij nog wel op zijn TikTok. Maar wel snel. Ja, dan komt hij zo. Ik wil je bedanken. Ja, bedankt. Voor de goede vragen. Ja, ik wil jou ook bedanken. Graag gedaan. Ik ben trouwens toch weg, ga je op vakantie? Ja, 3 keer. Ze ook al 3 keer. Goh. Ja, dat lekker. Is gewoon niet normaal meer. Waar ben je geweest 3 keer? Ik ging met vriendinnen naar Split. Ging even Split onveilig maken. En daarna met gezin Mallorca. 2 weken. En ik ben net terug uit Scandinavië met mijn beste vriendin. Zo. Ja. Ja, god, jullie hebben in ieder geval heel veel landen bij elkaar gezien. Ja, ik denk dat ze samen heel Europa hebben gehad. Hè? Echt, jullie moeten een Europees toernooi met z'n tweeën doen. Europees toernooi. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken en luisteren naar de podcast. Jij bedankt. Met Alicia. Jij bedankt. Jij ook. En Sophie als gast. En wij spreken elkaar weer. Doei. Doei. Doei.